Normaal staan hier duizenden mensen te dansen in de Maassilo in Rotterdam. Nu is het al meer dan een maand een noodopvang voor dak- en thuislozen. Normaal alleen voor de nachtopvang, maar door deze enorme vorstperiode ook overdag. Op de straat is erg koud. Dat is de waarheid. Het is erg koud daarbuiten. Heel erg. Gisteren ben ik hier komen lopend. Ik was helemaal bevroren. Mijn tenen beginnen ontploffen. So it's a better place than to stay outside in the cold. And I assure you that these people, they are doing their best. Deze meneer doelt op de mensen van de Nico Adriaan Stichting, die deze opvang samen met de gemeente Rotterdam mogelijk maakt. Nu is er zelfs een record aantal mensen dat wordt opgevangen. En dat hadden ze niet verwacht. Op zaterdag waren wij op 110. Ik dacht max naar 120 gaan. Maar op een gegeven moment zag ik het echt oplopen tot 130 slapers. En omdat de kou voorlopig nog niet weg is, heeft het Rode Kruis nog eens 80 bedden geregeld voor de komende dagen, als er nog meer mensen zullen komen. Ondanks dat de stichting er alles aan doet om de mensen op te vangen, is het allesbehalve dan een pretje hier. Pittig. Het is veel mensen bij elkaar, met allemaal verschillende achtergronden. Veel mensen in de war, verdrietig, gefrustreerd, dronken. Het is erg pijnlijk, weet je broeder, want ik vind dat de minister-president kan iets beter doen voor de mensen hier in Nederland, weet je. Want het is echt, de badkamer en die plaats daarachter is niet om te zien. De 24 uur opvang zal mogelijk vanwege de kou nog tot zondag worden verlengd.